Mijn naam is Lisbeth Groenewegen en ik woon aan het Leonardo da Vinciplein. Omdat ik de signalen van bewoners steeds krijg hoe saai een grijs plein is, ben ik al een hele tijd bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En via Schalkwijk aan Zet heb ik van de gemeente een budget gekregen van 11.000 euro. We waren al bezig met mozaïek aanbrengen op de zitbanken. En dat willen we uitbreiden eigenlijk naar alle zitbanken. Er moet een extra vuilnisbak komen of die moet verplaatst worden. Ik zou het heel fijn vinden als mensen hier gewoon lekker komen zitten als ze boodschappen hebben gedaan. En mensen komen hier eigenlijk alleen om boodschappen te doen en dat vind ik wel jammer. Er kan veel meer.